Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Hier was ik in Etten-Leur. En hier had je al gelijk een heel mooi stationsplein voor alle toeristen die hier binnenkomen. En je kan dan ook hier meteen eten als je honger hebt. Dus dat was wel een goede Chinees. Want dat was wel leuk, want ze zochten ook hier nog personeel. Dus als je hier een baan zoekt, dan kan je daarheen. En dit was ook wel mooi met al die kleuren en zo voor de sfeer. Maar hier heb je wel nog een heel tof penthouse met zo'n dakterras. Dus dat was ook wel tof. En hier kon je ook nog zo'n hele lange straat doorlopen als je naar de stad wilde. Dus het duurde best lang. Maar toen was hier wel zo'n tak die hing heel laag. Dus toen knalde ik alweer met mijn kop er tegenaan en zo. En dit was ook wel een rare kunstwerk ding. Maar je had hier wel zo'n soort bloemen ding zoals de Keukenhof. Dus dat was wel mooi om te zien voor toeristen. En hier hadden ze ook nog zo'n verkeersbord hadden ze ingepakt met cadeaupapier. Dus dat was ook wel vet. En dit was ook leuk, want er was zo'n soort hek waar je overheen kan springen met je paard. Dus dat is wel leuk voor ruiters. En je had hier ook nog de smaakmakers, zo'n snackbord. Maar hier was zo'n boom, die had te veel gezopen volgens mij, want die had zo'n fles en zo. En toen was ook nog dat je hier de vertrouwde computerwinkel van Etten-Leur en omgeving hebt. En hier was het stadspark van Etten-Leur, dus daar kan je ook ontspannen als je hier naartoe wil. Kan je hier zitten. En dit was ook wel mooi, want ze hadden zo'n boom midden op zo'n plein, dus die was ook best groot. En hier hadden ze nog een gezellig Italiaans terras voor als je pizza wil eten en zo. En hier was ik in het winkelhart van Etten-Leur, dus toen was ik hier op dit plein waar je dan ook allemaal kan winkelen en zo. En toen was hier nog een rotonde met allemaal gras erop. En je kon ook hier nog zo'n overdekt winkelcentrum bekijken, dus dat was wel gezellig. Want het was wel leuk dat je ook hier nog kon eten en drinken en kauwgomballen kopen, want er was wel goed over nagedacht. En hier was zo'n hele brede gang waar je doorheen moest als je weer naar buiten wilde. Maar toen hadden ze hier ook nog zo'n rotonde met allemaal van die rare kunstdingen. Maar er waren ook een soort gouden varkens of zo, maar ik weet niet echt wat het was. Toen hadden ze hier nog wel een goede speeltuin voor als je hier wil spelen. En dan kan je hier ook met je kop doorheen en dan kan iemand een voetbal tegen je kop aanschieten. En hier hadden ze nog zo'n militaire oefending voor als je militair bent, dan kan je hier trainen. En hier was nog zo'n vogel, maar die wilde ook op het klimrek, maar hij durfde niet omdat ik hem ging filmen. En dit was ook wel mooi, zo'n gitarist van die neon dingen. Dus als het donker is, is het heel vet uit. En hier had je nog popelucht, maar ik dacht eerst dat het poepelucht was, dus dat was het. Doei!